Zojuist. Deze week, de hele week in één vandaag, koningin Beatrix. Zo waarlijk helpen mij, God Almacht. De hoogtepunten. De dieptepunten. En haar persoonlijk leven. Beatrix, 30 jaar op de troon. Aanstaande vrijdag, op Koninginnedag dus, is het precies 30 jaar geleden dat Juliana haar koningschap overdroeg aan dochter Beatrix. Het zijn 30 bewogen jaren geworden. Een overzicht van de hoogte- en dieptepunten uit de regeerperiode tot nu toe van koningin Beatrix. Zo waarlijk helpen mij, God Almacht. Zojuist. Heb ik afstand gedaan van de regering. Ik stel u hier Beatrix voor, uw nieuwe koningin. Ja, ik denk dat, dat zij de inhuldiging heeft gezien meer als de afsluiting van de periode daarvoor dan als het begin van haar eigen periode. Feitelijk is het dat natuurlijk wel. Maar het was eigenlijk meer de afsluiting van een enorme rumoerige tijd voor de monarchie, eind jaren 70. Hoogheid, mijn naam is Rick Emmer van Brandpunt. Mag ik u vragen, wat vindt u nou van al die beschuldigingen die u geuit zijn? Ik denk dat met die inhuldiging die periode werd afgesloten. En dat zij vanaf toen, vanaf de volgende dag, is begonnen om haar ideeën over het koningschap ten uitvoer te brengen. In die tijd van verzet tegen iedereen die boven je stond. En een strijd voor gelijkheid. En ja, goed, daar kwam natuurlijk nog bij dat er ook schrijnende woningtoestanden waren. Daarom was natuurlijk ook die formule geen woning, geen kroning. Ja, dat vond ik prachtig om zijn symbolische werking. Twee meningen. Hans van den Berg, emeritus hoogleraar cultuurwetenschappen en republikein in hart en nieren. In de grondwet staat dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot iedere functie. En dat is dus bij ons niet zo. En Remco Meijer, journalist van de Volkskrant, die al jaren over het Koningshuis publiceert. Laten we vooral andere problemen oplossen en niet van iets dat geen probleem is een probleem maken. De afgelopen 30 jaar hebben we maar een beperkt beeld van koningin Beatrix te zien gekregen. We weten dat ze in haar omgeving een heel hartelijke en attente vrouw is. Maar dat element van haar karakter gebruikt ze eigenlijk niet in de uitoefening van haar koningschap. Het is op sommige momenten wel gemist. Op andere momenten is het ook wel weer zichtbaar geworden. Natuurlijk vorig jaar op Koninginnedag tijdens de korte speech die ze hield na de actie van Karst T. Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama. Wat ons allen heel diep heeft geschokt. Ook wel eerder, als ze bezoeken bracht aan rampplekken in Nederland. Zoals in de Bijlmer, waar een vliegtuig was neergestort. Of in Enschede, waar de vuurwerkfabriek was ontploft. Dat waren eigenlijk de belangrijkste momenten waarop je ook de mens Beatrix zag. Als er ergens een ramp is, hè, als er natuurlijk een Bijlmer-ramp is of iets dergelijks, of de Enschede-ramp, natuurlijk gaat ze daarheen en dan vervult ze een soort moederlijke rol. Dat hebben alle vorsten overal ter wereld altijd gedaan. En een ramp is dan ook voor een koningshuis altijd een hoogtepunt. Omdat ze daarmee hun populariteit enorm kunnen opkrikken. En dat doet Beatrix ook, maar dat is gewoon core business van een vorst. Koningin Beatrix heeft altijd haar eigen stempel op de koningschap willen drukken. Vanaf het allereerste begin pakte ze haar werk anders aan dan haar moeder. Bij iedereen die oud wordt, doet vroeger of later het nuchtere feit zich voor dat de krachten gaan afnemen. En dat zo iemand zijn taak niet meer kan volbrengen als voorheen. Beatrix is natuurlijk in tegenstelling tot haar moeder een keiharde zakenvrouw.
De koningin Juliana die had nog iets gemoedelijks en iets menselijks. Nou, dat is Beatrix niet in de eerste plaats. Die wil echt afstand, hè. Die wil ook majesteit zijn. Tegen Juliana mocht je mevrouw zeggen, maar tegen haar niet. Dus het is duidelijk dat zij vindt dat die afstand er ook moet zijn. Dat zij iets vorstelijks en ongenaakbaars moet uitstralen. En dat doet ze ook. Deze dag zal blijven Koninginnedag. De eerste jaren van haar koningschap heeft Beatrix moderniseringen doorgevoerd, maar dat viel niet bij iedereen in goede aarde. En daarom werd er in 1988 een charme-offensief georganiseerd met als historisch hoogtepunt haar ogenschijnlijk spontane verschijning op de Amsterdamse Vrijmarkt. Heeft natuurlijk een enorm apparaat tot haar beschikking om haar public relations te bevorderen. En dat heeft ook geleid tot de beroemde zoen in de Jordaan natuurlijk en dat soort dingen. Maar goed, in de praktijk heeft dat natuurlijk niet echt geholpen. We weten dat zij cool, afstandelijk is. En dat is zo gebleven. Als Willem-Alexander met de liefde van zijn leven thuiskomt, is er een probleem. De vader van Maxima, aanstaande koningin van Nederland, zat tijdens de Argentijnse vuile oorlog in de regering van dictator Videla. En dat stuit op veel verzet in Nederland. Toen de beslissing is genomen dat haar ouders, of haar vader in dit geval, er niet bij zouden kunnen zijn, was dat natuurlijk buitengewoon pijnlijk en verdrietig. Niet lang na het huwelijk van haar oudste zoon overlijdt haar echtgenoot, prins Klaus. Binnen 2 jaar volgen ook haar ouders. In 2003 klapt het nichtje van Beatrix, prinses Margarita, uit de school over de ongeoorloofde invloed van de koningin op haar privéleven. Ze heeft een groep mensen om zich heen die zij kan aansturen, ambtenaren die werk voor haar doen, het zogenaamde kabinet van de koningin. En die heeft ze er dus op uitgestuurd om te kijken of er in het leven van de Roy van Zuiderwijn geen reden was om schandaal te roepen. En ja, hij heeft zich daardoor echt vreselijk in zijn vrijheid aangevallen gevoeld. En dat kan ik me ook heel goed voorstellen. In de roddelbladen is mijn man afgeschilderd als een nepperon, een charlatan, alles wat maar slecht kan zijn. Een financiële brokkenmaker. Mijn tante is machtig genoeg om allerlei roddels uit de wereld te helpen. En dat heeft ze niet gedaan. Ik herhaal nog eens nadrukkelijk dat wij ons niet herkennen in de verhalen die over de familie naar buiten zijn gebracht. Ik wil daar verder nu niet op ingaan. Het betreft immers de dochter van mijn zuster. De laatste jaren wordt meer en meer gespeculeerd over het moment dat koningin Beatrix afstand zal doen van de troon. Ik denk dat we tussen nu en 3 jaar een inhuldiging zullen krijgen. De koningin is nu 72, nou 2013 75. Ergens tussen nu en dat moment verwacht ik een troonswisseling. Ik denk dat Beatrix nog zo lang mogelijk blijft zitten. Als ze werkelijk abdiceert dat ze ineens weer prinses Beatrix is, die ergens achter een raam nog een beetje mag wuiven, dat ze al die macht en al die hele prachtige geprivilegeerde positie kwijtraakt, dat is voor iemand zoals zij is een ongelooflijk statusverlies. En dat zal ze zo lang mogelijk uitstellen.